Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Volgens mij wel, hè? Ja. Mooi om jullie weer te mogen ontmoeten. Het is voor mij de tweede keer dat ik hier ben. Mijn naam is dus al genoemd Wietse van de Hoek. En ik ben voorganger van de baptistengemeente Bethel. Bethel worden we genoemd. In Hogeveen. Dus niet zo ver hier vandaan. En mooi om met jullie het woord van God te mogen delen. En ik wil met jullie vanmorgen lezen uit het Matthäus' evangelie hoofdstuk 20 en dan vers 1 tot en met 16. Matthäus 20 vers 1 tot 16 en ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Staat boven de arbeiders in de wijngaard. En Jezus is hier aan het woord en vertelt het volgende. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeger op uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij het met de arbeiders eens geworden was, voor een penning per dag, zond hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij anderen werkloos op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard. En ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer anderen werkloos staan en hij zei tegen hen, waarom staat u hier heel de dag werkloos? Ze zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billijk is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat ze meer ontvangen zouden. Maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatste hebben maar één uur gewerkt. En u hebt ze gelijk gesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over één penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Tot zover de lezing van het woord van God. Ja, ik blijf dit altijd een beetje een bijzonder verhaal vinden. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar je krijgt hier toch wel een beetje iets van, dat klopt toch niet helemaal. Een beetje een Hollandse kruideniersmentaliteit zorgt er toch voor dat jij denkt, ja, maar zo zal het toch niet gebeuren. Zijn hier ondernemers in de zaal? Eigen bedrijf? Ja, kijk, toch wel wat. Ik weet niet, als je zo met je personeel omgaat, hoe lang je personeel weet te behouden. Het geeft toch iets van oneerlijkheid. En toch vertelt Jezus dit verhaal met een bedoeling. In een bepaalde setting. En hij doet het expres. Want laten we eerlijk zijn, wij voelen hier iets ongemakkelijks bij. Maar in de tijden van vroeger was dat natuurlijk niet anders. Die mensen voelden dat ook. En het gaf natuurlijk een bepaalde beroering. Maar we moeten ons natuurlijk de vraag gaan stellen. Waarom vertelde Jezus dit verhaal nou? Was dit een soort pleidooi voor communisme? Iedereen evenveel en gelijk. En ja, misschien dat Lenin en ooit nog heel blij geweest zijn met deze toespraak. En het nog konden gebruiken. Maar ja, ik denk het toch niet helemaal. Of zou dit een pleidooi geweest zijn voor sommige mensen om zo lang mogelijk te leven met alles wat God verboden heeft en dan op het laatste moment tot geloof komen? Weet je, je hebt wel eens van die mensen, hè? Ja, dan krijg je dan, heb je een bepaald, hè, die hebben de hele leven gedaan wat God verboden heeft en dan worden ze ziek en op het laatste moment
dan komen ze nog tot geloof. Best bijzonder. Is dat het dan? Hoewel, nergens in de context gaat het hier over. En altijd belangrijk is, als je een bepaald verhaal wil leren en wil kennen, dan moet je altijd even goed gaan kijken, wat staat er nou om zo'n verhaal heen? Dan kun je vaak een beetje tot de betekenis van zo'n verhaal komen. En als je even met je Bijbel meekijkt, dan moet je eens even gaan kijken wat hiervoor begint. Want alleen het eerste woordje van onze tekst geeft al reden om terug te gaan bladeren. Dat staat namelijk, het eerste woordje in Matteüs 20 vers 1 is want. Dat betekent dat daarvoor iets afspeelt waardoor Jezus dit verhaal vertelt. Want. Nou, kijk eens even met me mee. Allereerst zien we dat dit verhaal zich afspeelt in een grote groep. Er staan allerlei mensen omheen. Er staan zijn eigen discipelen omheen. Dan staat er ook een hele groep omstanders omheen. Mensen die op dat moment daar waren. Er zijn ook schriftgeleerden en fariseeën in de buurt. Maar je moet eens even kijken wat hier zijn eigen leerlingen zeggen, hier vlak vooraf. Namelijk in vers 27. Petrus zegt dan tegen Jezus, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Oh, wacht even. Dus Petrus had een bedoeling. Petrus die dacht, ik heb ooit mijn netten, mijn visvangst, mijn eigen bedrijfje opgegeven. Ik ben u nagevolgd. Ik heb zelfs mijn familie achtergelaten. Wauw. Wij zullen natuurlijk de volle vangst krijgen natuurlijk. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus die geeft een ander antwoord. Als je kijkt naar vers 29, dan staat er al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Kortom, dat is het kerstje. 100-voudig. Dus het is heel logisch dat je bedenkt dat als jij investeert in dat koninkrijk, dat je minimaal het 100-voudige zou terugkrijgen. Dat verwachten die werkers van dat eerste uur natuurlijk ook. En Jezus zegt het hier ook tegen zijn discipelen. Maar we gaan de context nog iets groter maken en even nog iets verder terug. Dan zien we vers 16 in hoofdstuk 19, dat er een rijke jonge man kwam. Eigenlijk iemand die dat geld helemaal niet zo nodig had. Die niet de wijngaard in hoefde. Deze man had waarschijnlijk heel veel wijngaarden en heel veel bezittingen. En dan lezen we in vers 19, er kwam iemand naar hem toe en die zei tegen hem, goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Lucas spreekt het hier nog scherper uit. Hij zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Alsof je iets moet doen voor een erfenis, die krijg je. Bijzondere context. Wat moet ik doen? En dan snap je dat als dit verhaal klinkt, dat de mensen hier op scherp staan. Maar we moeten goed kijken wat hier nou eigenlijk werkelijk gebeurt. We gaan nu weer terugzoomen naar het verhaal van Matteüs 20. En ik neem je even mee naar de Joodse context waarin je dit verhaal moet lezen. Want wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het begint om 6 uur 's morgens. Je moet je voorstellen, een agrarische samenleving, wijngaarden, landerijen, koren, tarwe, gerst, allerlei oogst. En als jij nou een ondernemer was, zoals het verhaal begint, het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes. Iemand met vele goederen en landerijen. En de oogst is nabij. Nou, bij dat oogsten, dat kon je nooit alleen. Dat zien we vandaag de dag ook in onze agrarische samenleving. Als het oogsttijd is, dan moet je zorgen dat je dagloners hebt. Mensen die je voor een dag kan inhuren om die oogst binnen te halen. Kijk, dat hoeft in het voorjaar niet altijd, want dan groeit het gewoon. Dan kan je het zelf nog een beetje bijhouden. Maar als op een gegeven moment de tijd rijp is, dan heb je veel mensen nodig om die oogst binnen te halen. En wat doe je dan? Dan ga je op zoek naar dagarbeiders. En hoe ging dat in die tijd?
Nou, dan ging je naar het marktplein van het dorp. En als jij wilde werken, dan ging je ook 's morgens om 6 uur, ging je daar naartoe. Het eerste uur in de Bijbel, dat is wat er uiteindelijk staat. Het eerste uur is 6 uur 's morgens, de Joodse dag, zullen we maar zeggen. En hij ging er 's morgens vroeg om uit. En dan moet je je even goed voorstellen. Jij bent die wijngaardheer, jij bent die landbouwer, je hebt arbeiders nodig. En je loopt dat marktplein op en je ziet allerlei mensen staan. Die jij nodig zou kunnen hebben voor die arbeid. Wie kies je uit? Nou, wie kies je uit? Wat zijn dat voor mensen? Ja, de krachtpatsers, de sportschooltypes. Zij die natuurlijk een hele dag kunnen ploeteren en arbeiden voor jou. Tuurlijk kies je die eruit. De sterke, de jonge mannen die een hele dag kunnen bikkelen voor jou. Dus dat gebeurt. We spreken dan af. 1 penning voor een dag werken. Dat was niet zo vreemd in die tijd, want een penning is in die tijd ongeveer genoeg om jou en jouw gezin te eten te geven. Er staat ook in vers 2, hij wordt het met de arbeiders eens voor 1 penning per dag. Dus die afspraak is gemaakt en hij zond hen de wijngaard in. Maar er was zoveel werk dat om 9 uur 's morgens, dit is om 6 uur 's morgens, om 9 uur, derde uur dus, vers 3, zag hij nog meer mensen staan werkloos op de markt. En ook tegen hen wordt gezegd, gaat u in mijn wijngaard, ik zal u geven wat rechtvaardig is. En ze gingen. Nou, en zo gaat het nog even door. Toen hij er nogmaals op uit was gegaan, omstreeks het 6e uur, dat is 12 uur 's middags, wordt het al wat ongemakkelijker. Maar zelfs het 9e uur, 3 uur 's middags, deed hij hetzelfde. Afspraak, wijngaard in, gaat uw gang. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Het gaat over die lui van dat 11e uur. Dan moet je je voorstellen, het is 5 uur 's middags. Vanaf vandaag betekent dat het gewoon sluitingstijd. 5 uur 's middags. Men werkte in die tijd tot 1 uur of 6. Dus die wijngaard, die heer des huizes, die loopt naar de wijngaard, naar de marktplein. En nou stel ik je nog een keer de vraag. Wie treft hij daaraan? Ja. Dat is niet heel veel best meer wat daar staat. Dat zijn die mensen die niemand meer wil hebben. Want de rest van jouw buren en collega's hebben natuurlijk ook al gegraaid. Ach, en wie staan daar? Ja, de mensen die inderdaad niet zo best meer hebben. Mensen met een Marokkaanse achternaam. Mensen met een vreemd uiterlijk misschien. Mensen die gehandicapt zullen zijn, een strafblad. Geen diploma's. Zij die lui zijn. Ach, in die tijd zouden dat ook wel eens wat tollenaars kunnen zijn die nog een beetje bij wilden sprokkelen. Mensen met een dubieus verleden. Zij die sowieso al een beetje gemeden werden in die tijd. De kneusjes, de dummies, de watjes en de mietjes. Die stonden daar nog. En wat staat er dan in vers 6? Hij vond hen werkloos staan en zei tegen hen, waarom staat u hier nog heel de dag werkloos? Denk niet dat dit luie wezens waren die dachten om 1 uur of 3, even kijken naar wat te doen is. En zo'n beetje lui uit hun bed kwam. Dan staat hij, u staat hier heel de dag. Zij stonden dus ook om 6 uur 's morgens. Besef dat. Dit waren geen luie wezens. Want dan kan je nog zeggen, die kan ik niet gebruiken. Maar mensen die niemand wil hebben in je clubje. Mensen met wie je niet in je bedrijf gezien wil worden. En Jezus en stelt ook dat hier de vraag gesteld wordt. Waarom? En deze mensen geven zelf het antwoord in dit verhaal. En ze zeiden in vers 7, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Niemand die hen wil. Niemand die zegt, ja, het is de trieste samenvatting van dit verhaal. Zelfs op het 11e uur blijven deze mensen achter op het marktplein.
En er klinkt bepaalde verwondering door. Goh, waarom staat u hier? Niemand die ons wil. En dan zegt deze Heer van de wijngaard, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat billig is. Tot zover heeft de rest nog niks door. Iedereen is gewoon aan het werk. Ja, er komen wat nieuwe mensen bij, maar de Heer des Huizes zal daar vast al goede afspraken mee gemaakt hebben. Dat is niet zo erg dat iemand voor een uurtje komt werken, want ja, je kan het nodig hebben. Maar dan begint de afrekening. Vers 8. Het is avond geworden. Het is inmiddels 6:00 avonds. En de Heer van de wijngaard zegt tegen zijn rentmeester, de penningmeester, oftewel, roep de arbeiders en geef hen het loon. Te beginnen bij de laatste tot de eerste. En hiermee zien we dat Jezus iets wil duidelijk maken. Begin maar bij die laatste. Hier zit de les van jongens, iedereen staat er op een rijtje en is klaar om naar huis te gaan en naar moeder de vrouw de avond te gaan vieren, want we hebben de hele dag gewerkt. En dan begint het. En toen zij kwamen, vers 9, die omstreeks het 11:00 ingehuurd waren, ontvingen zij ieder 1 penning. Maar hier begint het nog geen ellende hoor. Hier werden een aantal alleen maar vrolijker en blijer. Want hè, dat waren net de discipelen. Wij hebben de hele dag voor u gewerkt. En ze gingen al rekenen in hun hoofd. Oh, dus als zij voor 1 penning 1 uur gewerkt hebben, dat zou ik ook hebben hoor. Als ik erbij zou staan, denk ik even rekenen hoor. Dat is 12 keer. Wauw, dit is cashje. Hier wil ik morgen weer werken met deze man, toch? Dus de glimlach werd alleen maar groter bij de rest van de omgeving. Want er staat, ze ontvingen ieder een penning. En er staat er ook in vers 10, het wordt ook zelfs bevestigd. Toen de eerste kwamen, dachten zij dat zij meer ontvangen zouden. Maar de grote glimlach wordt een morrende smoel. En ook zij ontvingen ieder 1 penning. Nou, toen waren de rapen gaar. Of nou het veld oké was of niet. Maar de rapen waren gaar. En toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de Heer des Huizes. Van een verraste groep werd het een ontevreden groep. En er werd gemopperd en er werd gesproken in de rij. En de hele toon veranderde. Die van het eerste uur, die hoorde je. De laatste uur, die hoorde je niet. Die waren sommigen met een grote glimlach, denk ik, klaar aan de zijkant. Maar die andere groep, die gaat mopperen. Dat zien we in vers 12. Ja, maar, en hoe kunt u doen? Zij, hebben 1 uur gewerkt. En u hebt ze gelijkgesteld met ons. Weet u wel wat we meegemaakt hebben? Weet u wel dat we de hele dag gewerkt hebben? Weet u wel hoe warm het is om 1:00 smiddags in de brandende zon? En dat wij van dorst bijna zijn omgekomen? En het gejammer en het gemekker en het geblaat gaat voort. Wij hebben de last van de dag en de hitte verdragen. Maar dan antwoordt de Heer des Huizes, vriend. Heel amicaal begint, vriend. Luister eens eventjes. Hebben wij geen afspraakje gemaakt? Hebben wij niet gewoon eerlijk met jullie erover samen over gehad? Ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over 1 penning? Staat er in vers 13. Hebben wij niet dat gewoon eerlijk afgesproken? En hier komt de soevereine Heer naar voren. Die zegt, ik ben niet onrechtvaardig. Ik ben niet mijn afspraken niet nagekomen of zo. Neem wat van u is en vertrekt, want onze afspraak, ik ben eerlijk geweest naar jullie. Ga heen en ga. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. En hier zit de genade van het verhaal. Ik ben de Heere uw God. Ik ben de soevereine Heer over mijn wijngaard en ik doe wat ik wil. Wie zijn wij om daar wat van te vinden? Dit is het antwoord aan Petrus. Aan Petrus en de andere leerlingen die dachten, wat zullen wij voor winst hebben, het feit dat wij al heel het leven met u optrekken?
Dat was het antwoord naar die jonge man die dacht, ik ben binnen. Hoezo ben jij binnen? Maar het is ook een les naar ons vandaag. Wat ik vaak in kerken soms tegenkom, is dat bepaalde mensen denken een plekje en een vaste positie in de gemeente te hebben. Ik heb deze gemeente opgericht, dus je dient naar mij te luisteren. Ik kom hier al zoveel jaren. Niemand kan zingen zoals ik. Dus het gaat zoals wij het bedacht hebben. En als er dan mensen binnenkomen, dan moeten jullie wel doen zoals wij het doen. Het kan zelfs als collectief gaan. Wat stelt u eens voor? Wie zijn de werkers van het 11e uur hier in Steenwijk? En weet u als gemeente waar dat marktplein hier te vinden is? Het zal niet voor de grote kerk zijn, denk ik, bij de winkels. Maar waar zijn die werkers wel vandaag? En waar wordt uw gemeente uit opgebouwd? En als ze dan binnenkomen, die mensen, hè? Onder de tattoos, misschien een beetje ruikend naar wat middelen die we niet dagelijks in onze gemeente gebruiken. Misschien ook wel een rugzak met wat bonuskindjes en wat andere verleden getrabbel, zullen we maar zeggen. En ze komen hier gemeente binnen. Wat dan? Is dat dan eerst gedraag je zoals wij en doe als wij en dan zullen we je accepteren. En als helemaal summum, dan pas mag je raadslid worden. Nou, jullie hebben een tijdje gezocht, er is vast een geweldig iemand binnengekomen. Toch? Jezus wil ons iets leren over het loon. Het loon van de genade, waarvoor het niet uitmaakt wie en wat. Ik heb het zelf laatst aan de lijve heel sterk ondervonden wat dat betekent. Want dat gevoel hè, van tot het laatst tot geloof komen en dan ook dat eeuwige leven krijgen. Ik heb zelf de les van de Heer onlangs gehad. Het was in juni toen wij in onze kerk een uitvaartdienst hadden van een geliefde zuster. Vol in de Heer, vol geloof, vol in vrede gestorven op een gezegende leeftijd van 92 jaar. Het was goed. We hadden livestream uitzendingen en na de dienst, ik wist dat er een aantal familieleden vanwege gezondheid de moeite op, bij de stream zouden meekijken. En ik had die dienst gepreekt over Psalm 23, we zongen het straks, de Heer is mijn herder. En alles erop en eraan. En na de dienst, een paar uur later, ging de telefoon. Dominee, u kent mij niet. Ik zei, nee, dat zou best kunnen. Maar ik heb de dienst geluisterd en ik kon er niet bij zijn. Maar ik heb al 2 keer uw preek geluisterd over die stok en de staf. Ik heb het niet in mijn leven. Maar ik ben ziek. En ik heb te horen gekregen dat ik niet zoveel maanden meer heb te leven. Maar mag ik eens met u praten? Ik zei, nee, u bent natuurlijk geen lid van mijn gemeente, dus dat doe ik niet. Nee, dat zei ik niet natuurlijk. Ik zei, tuurlijk meneer. Ik zei, kom bij u langs. Ik zeg, kom morgen bij u langs en ik kom bij u koffie drinken. Ik stapte daar de woonkamer binnen. En de meneer zag geel van de chemo's en allerlei andere dingen die hij ondergaan was. En zei, ik heb nog maar een paar maanden. Maar ik heb heel lang tegen God gestreden. Maar ik zou hem zo graag willen kennen, maar het is niet voor mij. God zou mij een waanzinnige hypocriet vinden. Als ik nu tot geloof kom. Ik heb heel mijn leven, ik heb gedaan wat God verboden heeft. Ik heb mijn eigen zin gevolgd. Jullie zullen mij, en jij ook, jullie zullen mij een hypocriet vinden. Ik zeg, nee broeder. Ik zeg, je bent geen hypocriet. Ja, maar. Ik zeg, weet je, jij hebt heel wat gemist in je leven. Dat is wat ik zie. Ik zeg, jij denkt nu dat je dat leven met God, dat het volle leven was. Ik zeg, ik vind het zo triest dat jij 63 jaar lang wat hebt gemist in je leven. Wat ik gelukkig van kind af aan bij mij heb meegekregen. Ik zeg, die wijngaard, en ik heb hem dit verhaal verteld. Die wijngaard, ik zeg, dat is de heerlijkste plek om te zijn. Dat mag ik ervaren, veel christenen. En ik vind het zo erg voor je, dat jij niet je leven hebt mogen proeven wat dat is in je leven. Hij begon enorm te huilen, maar hij kon het niet aannemen. Ik zeg, ik kom over 2 weken terug en we praten verder. En dat heb ik een aantal keren gedaan. En in augustus heeft hij zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. En hij vroeg of ik wilde spreken bij zijn uitvaartdienst. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik dit verhaal verteld. En dat is de genade van God. De genade van God is namelijk niet gebaseerd op
wat wij gedaan hebben. En we kunnen zo makkelijk denken, oh ja, je hebt je hele leven geleid en alles gedaan hebt. He, hij heeft gedronken, gezopen, seks gehad en alles en nog wat. Maar is dat het leven waar wij ten diepste dan naar verlangen? En zeggen wij niet eigenlijk, oh, dat leven had ik dan wel willen hebben, want dan had ik kunnen doen wat ik had willen doen. Nee, broeders en zussen, dat is het niet, het volle leven met Jezus. Het volle leven met Jezus is vrede in je hart. Dat is genade in je ziel en weten waar je aan toe bent. Deze man had wat gemist in zijn leven. Wat wij iedere zondag hier vieren, dat had hij niet. En daarom werd hij geraakt. Hij was de man die op dat einde toe, op 62-jarige leeftijd moest zeggen, ik heb niks meer. Ik heb geen halm om me vast te trekken. Maar mag ik ook die wijngaard binnengaan? En de Heer is hem genadig geweest. Ik heb het zondagsgebed met hem gebeden. Ik weet zeker dat hij bij de Heer Jezus mag zijn. Dit is de houding die Jezus ons leert, broeders en zusters. Als het gaat over dat marktplein, over het zijn van discipel van Jezus. Want Peter stelde ook die vraag. Wat is ons volle erfdeel? En weet je wat het honderdvoudige is? Dat is de volle genade en de volle liefde die wij mogen ontvangen als we bij hem zijn. Als het hemels Jeruzalem in mogen gaan. En we mogen ontmoeten hem waar we altijd ons hele leven over zongen. Maar dan zal het niet zijn, Heer, ik zal u van alles brengen. Maar dan blijkt het dat ik niet de laatste werkers hetzelfde waren als die van het eerste uur. Maar dan blijk ik degene zijn die hetzelfde kreeg als de werkers van het laatste uur. 1 penning. Want uit mijzelf is het niets. Uit mijzelf moet ik ontdekken. Bij hele mensheid stonden ter 11e uur op het marktplein. Want konden wij ooit voldoen aan de heiligheid, aan de goedheid van de Heere? Zou ik straks bij God kunnen aankomen en kunnen zeggen, Heere, ik heb altijd dingen doorstaan. Wij hebben uw kerk gebouwd en we hebben volgehouden. Heer, u zult wel trots op ons zijn, wat we iedere zondag gedaan. Wietse, je hebt al die preken gedaan. Geweldig applaus. Nee, ik denk dat ik straks, en dat proef ik heel vaak in mijn leven, alleen maar kan zeggen, dank u, Heere, voor mijn genade, voor uw genade. Dank u, Heere, dat u mij wilde gebruiken. Dat u mij kon gebruiken. En dat uw geest in de gemeente is, zodat wij iets veranderd worden naar het beeld van de Heer Jezus. En ik word iedere keer wel getroffen door dit verhaal. Want wie zijn wij? En hoe wordt de kerk van Christus geleid? En Christus vraagt ook van u en van mij en van alle gemeenten om misschien ook eens wat vaker naar die marktpleinen toe te gaan. Waar bevinden die mensen zich in Hogeveen en Steenwijk? En waar dan ook, waar u vandaan kijkt, Ossenzeil, waar dan ook. Waar bevindt u zich? En misschien is dat niet altijd meer op de plek waar u denkt dat het is. In de drugscafés of in de prostitutie. Maar misschien gewoon achter de voordeur. Misschien wel jouw buurvrouw. Misschien zelfs in uw gemeente. Waar mensen kunnen zijn die zich helemaal niet zo waardig voelen. En wij als kerk hebben een dramatische kerkgeschiedenis, waar we hoge muren hebben opgeworpen, zodat vooral de slechte mensen maar buiten bleven. Want stel je toch voor dat je gemeente niet meer rein en heilig zou zijn, alsof dat van ons afhangt. Hij reinigt ons. Hij heiligt ons. Het is zijn geest in ons. En lieve broeders en zusters, zet de hekken maar wijd open. En zorg dat u een groot gebouw krijgt. En zorg ervoor dat mensen binnen mogen komen. En mogen ontdekken dat het leven wat ze leiden niets is in vergelijking met de heerlijkheid, de grandeur van het koninkrijk. Dat is onze opdracht. Er zitten hier gehaast geen ramen in, maar zorg dat de ramen openstaan. Dat mensen het evangelie horen. En durf ook eens naar de plek te gaan waar je zelf niet naartoe zou gaan. Maar ook eens naar plekken gaan waar je denkt, zou Jezus hier naartoe gaan? Niet, zou Jezus willen dat ik daar ben? Maar waar zou Jezus binnen gaan? Waar zitten de Zacchaeussen van deze tijd? Waar de Maria van Magdala's? Waar de vrouwen bij de put die om 12 uur op het heetst van de dag, want dan zag niemand ze, want dan was het bloedheet en dan ga je geen water putten. Zijn wij daar wel? Of zeggen we, nee,
We gaan ons veilige kadertje. Het loon is voor iedereen hetzelfde. Ik denk altijd uiteindelijk, als het staat in Romeinen 3. Allen derven de heerlijkheid Gods. Allemaal. Maar door genade, door het offer van Jezus Christus, zijn verzoenend sterven, zijn opstanding, is er genade voor ieder mens. En er is geen hoekje van deze aarde wat niet vervuld zal worden van zijn heerlijkheid. Amen? Dat is uw opdracht. Prijs de Heer. Amen. Laten we danken. Hemelse Vader, u bent de soevereine God, hoog en verheven, almachtig en heilig, die in uw wijsheid bepaald heeft dat uw genade oneindig groot is. Dat wij die het van onszelf uit niet verdienen, die blind zijn en mismaakt door de zonde in ons leven. Maar u zei aan dat kruis, het is volbracht. En daarmee kon vanuit het kruis de genade vloeien. Gods liefde, onbeperkt, voor een ieder die wil geloven. Dank u wel allereerst dat u in ons eigen leven die genade heeft laten zien. Dat u ons hart heeft aangeraakt. Dat u ons uitgenodigd heeft om in uw wijngaard aan het werk te gaan. Schouder aan schouder. Om een volk te zijn door u apart gezet. Niet uit onze daden. Niet uit ons ploeteren. En Vader, we mogen dankbaar zijn als we een lang leven met u hebben. Heer, het is genade in deze wereldtijd als we een christelijke opvoeding hebben gehad. Er zijn zoveel die het niet krijgen meer of nooit gehad hebben. Vader, dat is geen werken waarop wij kunnen staan. Maar het is louter genade als we gelovige ouders hebben gehad. En het drijft ons om onze kinderen te vertellen over die wijngaard, over de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar Vader, houd ons nederig, zacht van hart. Heere, beseffend wie wij zijn, zodat we geen drempels opwerpen voor hen die opvoeding niet gehad hebben. Voor hen die een leven achter de rug hebben gehad van teleurstelling, afwijzing, misbruik. Die hun vertrouwen hadden gesteld op de wereld en iedere keer weer bedrogen uitkwamen. En met zoveel pijn in deze wereld staan. Zo zoekend naar iemand die hen echt onvoorwaardelijk lief heeft. Mag uw gemeente dan niet de afwijzende partij zijn, maar de uitnodigende partij. Mag uw gemeente, waar ook verzameld, die plek zijn waar afgezanten zijn van de Heer Jezus. Die de Zacchaeussen en de Magdalena's welkom heten in zijn vriendenkring. Die de grote menigte verliet om bij de put te zijn. Bij een vrouw die zoveel beschadiging had. Deels zelf veroorzaakt. U wilt van het levende water geven aan ieder van ons. Heere, werk zo die genade in ons hart uit. Oneindig groot. Heere, bouw uw gemeente ook hier ter plekke. Heere, ik bid u dat de zoektocht naar een gebouw gekoppeld mag zijn met een missionair verlangen om de mensen hier in Steenwijk te bereiken. Niet met glitter en glamour en mooi gepolijste diensten. Maar dat Steenwijk tegemoet mag treden worden met liefde en waarheid. Hand in hand. De waarheid gebracht in liefde. En liefde verkondigd met waarheid. Vader, dat bid ik deze gemeente toe. Ik bid, Heer, voor de voorganger, voor de oudste. Dankbaar zijn we, Heer, dat het oudste team weer compleet is. Heer, wilt u met hen aan de slag gaan? Wilt u hen de weg wijzen? En niet alleen zij, maar mag de gemeente er biddend achter staan. Om samen als één blok de Heer Jezus te verkondigen hier in Steenwijk. En Vader, houd hen nederig. Houd hen zachtmoedig. Iedere keer weer beseffend dat u ons heel persoonlijk iedere keer zelf genadig bent geweest. Niets uit ons. Alles in Christus. Alleen aan God de eer. Door genade. Amen. Laten we dat prachtige lied ook zingen. Genade zo oneindig groot.